Lelystad een belangrijke toegevoegde waarde kan hebben. Juist, met andere woorden, en als de luchthaven dan met de provincie, dat zijn, blijkt overigens uit stukken die door de WO, de nieuwe WOP en door de provincie zelf online zijn gezet, de hand ineens slaat, dan zegt u: Nou, dan moet dat maar, want dat vliegveld in Lelystad bij Lelystad moet open. Ik vind dat dat onder regie van de Rijksoverheid moet gebeuren. Juist. Goed, um, no, nog één vraag over stikstof, maar dan in een ander uh, verband. Er moest een grote stikstoffabriek komen bij u om de hoek daar. Ja. Uh, en uh, de, de samenwerking tussen de Amerikaanse opdrachtgever en de aannemer Ballas Nedam, uh, die dat ding moest bouwen, uh, die samenwerking is uit elkaar geklapt dit weekend. De opdrachtgever was en is de Gasunie? Ja, dat is waar. En uh, de, exploitant, ik heb mij... de Amerikaanse exploitant? Ja, ik heb mij zeer verbaasd over de hele gang van zaken. en. Ja, ik krijg de guur in de neus van eh, zwarte pieterij over schadeclaims. Uh, ja, en wat betekent dat dan voor de toekomst van die fabriek? Want die is toch wel echt nodig met het oog op onze gasvoorraad en het verder sluiten van de Groningen Gasvelden. Ja, en als ik het goed begrepen heb, dan komt uh, de hoofdaannemer uh, volgende week met een plan om het af te maken. En het gaat om de laatste finesses. Dus ik begrijp ook helemaal niet, juist in die context dat dit kon gebeuren. Dus u begrijpt de Amerikaanse uh, exploitant niet... die nu nee. uh, de kont tegen de krib gooit? Nee. Um, het belang van die fabriek uh, is niet alleen het Groninger gasveld... maar is natuurlijk ook van belang uh, met het oog op uw plannen. Namelijk, u wilt van uh, de provincie, uh, de nationale provincie... voor wat betreft waterstof maken. Liefst natuurlijk groene waterstof. <laughs> uh, maar daar heb je in, in, in de aanleg, of in, dit, in laten we zeggen, de in het eerste stadia... nu nog ook misschien wel gas voor nodig... Ja, dat is zeker zo. En tegen de, het is trouwens zo dat tegen de achtergrond van de economische structuurversterking, het niet alleen gaat om waterstof. Het gaat ook om. Eh, om eh, en daar heb ik binnenkort een gesprek over of je eh, de Groningse producten niet beter ook om kunt zetten in eiwitrijke eh, producten. Het gaat om, eh, om recycling. Het, het gaat om. Uh, de zorg, zowel in preventief opzicht als ook in, uh, de, uh, in het verband van medische technologie. En het gaat ook om vrije tijdseconomie. Dus die lijnen die, die liggen op dit ogenblik voor. Hm. En daar zal op korte termijn uh, prim, uh, principiële besluitvorming over plaats moeten vinden. Wat is korte termijn? Uh, begin februari. Dus dat is over een paar weken. Dat is over een paar weken. En, en wat voor besluitvorming wordt dat dan? Uh, waar, waar welk...